Ik ben weer onderweg naar Mount. En nu ga ik met Maarten eens even praten over 5G. Want 5G, dat gaat enorm veel antennes betekenen. Enorm veel bandbreedte. En ja, Internet of Things, wat daarmee gebeurt. En ik ben heel benieuwd wat hij daarover te melden zit. Wanneer dat belangrijk is gaat worden en wanneer dat naar ons toe gaat komen. Mijn favoriete onderwerp, Maarten. Hoi, Vincent. 5G staat op de agenda vandaag. En wat gaat er nou mee gebeuren? We praten er eindeloos over. Ik kom net terug van China. Daar is het echt overal 5G aan. Daar zijn ook nieuwe telefoons. Wat gaat er gebeuren in Nederland? Nou, op dit moment zijn ze er nog niet klaar voor, denk ik. Zeker als ik even puur naar mijn gedeelte de infrastructuur kijk. De infrastructuur heeft nog een veel te lage densiteit. Oftewel een beetje vergelijkbaar als met wifi. Op het moment dat je niet voldoende opstelpunten hebt, Dan krijg je niet de bandbreedte bij de mensen op hun mobieltje. Ja, oké. Maar 5G, we gaan met de veiling beginnen. Hè? Ja. 700, 900. En we krijgen in 2022 krijgen we de veiling van de 3,5 gigahertz. Ja. Maar 5G heeft veel meer antennes nodig. Hè? Dat... Sowieso. Zo, je kunt in de regel zeggen dat iedere operator, dus in dit geval, we hebben er 3, T-Mobile, Vodafone en KPN in Nederland, Die hebben zo'n 4.000-5.000 opstelpunten, Verdeeld langs snelwegen, op daken van flats en dergelijke. Ja. Maar dat is niet voldoende om die bandbreedte dus echt in die druk bezette gebieden te krijgen. Ja, hoeveel palen hebben we dan eigenlijk nodig over 5 jaar? Dan ga je naar factor 2-3 van wat je nu hebt. Maar dat zijn niet die palen en dat zijn niet die constructies op die daken van die flats. Maar dat zijn dan kleinere sites, noemen we small cells, bijvoorbeeld op lantaarnpalen of bushokjes. En die zijn veel kleiner en die gaan ervoor zorgen dat die bandbreedte dichterbij komt. Oké. 2 tot 3 keer zoveel. En dat betekent dus ook, als je ook al zijn dat microcellen die dan op allerlei plekken zijn, er moet wel glasvezel naartoe. Sowieso. Dus de basis daar naartoe, dat worden allemaal ook glasvezelkabels. Ja. Uiteindelijk krijg je op die cellen zelf krijg je hele kleine antennes, een soort van kleine access points. En die ga je dan dus terug zien ergens, wat ik zeg, op lantaarnpalen of wishokjes. Verdubbeling van het aantal antennes voor 5G. Dat lijkt me een giga-operatie. Ja, dat is het ook, ja. Ik ben ook benieuwd hoe daar de hele markt en hoe die operators daarmee om willen gaan. Ja, we krijgen volgend jaar de eerste veiling, zeg maar. Maar dan gaan alleen de lage frequenties die, zeg maar, worden gebruikt. Hoe lang gaat het dan duren voordat dan inderdaad dat soort hele hoge aantallen gehaald worden? Dat duurt nog veel langer. Ja, dat duurt nog veel langer. Ik denk dat een aantal operators nog heel erg druk zijn met het überhaupt realiseren van hun huidige sites naar een fundament waarmee je al meer bandbreedte kunt leveren. Want niet alle sites zijn daar al klaar voor. Mm-hmm. En als die dan klaar zijn, dan moeten zij na gaan denken over het verhogen van de densiteit van de kleinere cellen die er nog eigenlijk niet zijn. Ja, want de huidige antennes die we voor 2G, 3G en 4G gebruiken, kunnen we die ook gewoon voor 5G gebruiken? Dan hoeft er niet te veel te gebeuren. Nee, die kunnen we daar gewoon voor gebruiken. Alleen het is net zoals met wifi. Op het moment dat je te ver van zo'n site afkomt, dan zul je merken dat die bandbreedte omlaag gaat. En zeker als we dat met meerdere tegelijk willen doen. Ja. En zo is het dus belangrijk dat we dichter bij die gebruiker komen. Maar alle operators kunnen gewoon 5G in de grote steden aanbieden op basis van het huidige antenne gebeuren. Klopt. En ik maak altijd maar de vergelijking. Als je bijvoorbeeld een keer naar een voetbalwedstrijd gaat en je zit met 20.000 mensen in een stadion. Ja. En dan zie je altijd in de rust, wanneer het fluitsignaal is geweest, dat niemand meer fatsoenlijk internet heeft. Nou, dat is dus het probleem. Op het moment dat we met z'n allen tegelijkertijd gaan internetten, dan gaat dat nog redelijk. Maar die bandbreedte keldert gigantisch omlaag. Ja. Dus we kunnen eerst gewoon 5G krijgen op basis van de huidige stations. Maar Jan zei je, dan gaan we veel meer naar microcellen en kleinere cellen op allerlei verschillende lantaarnpalen, reclameborden en dat soort dingen. Wat moet daarvoor gebeuren en wat voor een ander soort apparatuur heb je daarvoor nodig? Nou, dat zijn dus kleinere access points. Hè. Dus denk dan niet aan zo'n hele grote antenne. Met zo'n antenne van zo'n site langs de snelweg. Die zijn extra groot als een surfplank. Hè. Dat zijn echt hele grote componenten. Maar denk dan gewoon aan kleine celletjes. Die zijn zo groot als dat je nu een wifi access point hebt. Maar die moeten natuurlijk waterdicht zijn. Ja, die moeten ook een beetje vandalismeproof zijn, want die komen overal op plekken te hangen waar veel mensen zijn. En dat zijn dus hele andere componenten. Dat zijn bijvoorbeeld kabels waar zowel een stroomkabel in zit als een glasvezelkabel. Dat zijn dus kleine, zwarte, een beetje onopvallende doosjes die je dus ergens in het publiek terrein kunt monteren om ervoor te zorgen dat je dus een verbinding hebt met je gebruiker. Mm-hmm. En tussen al die doosjes die overal komen te zitten, en dat worden er duizenden per operator, moeten dus ook allemaal weer verbindingen komen. He, want we moeten wel die bandbreedte daar naartoe brengen. Ja. En dat zullen ook allemaal weer glasvezelkabels zijn. Dus die straat die gaat weer open. En we denken dat ook dan iedereen, al die operators, ook nog gaan coördineren waar die glasvezels komen. Ja. En dat ze dat een beetje, of dat ze ook gemeenschappelijke base stations plekken hebben en waar ze dan zelf apparatuur in zetten. Of gaat er nog veel meer samengewerkt worden? Ik bedoel, de banken hebben net gewoon alle ATM's
hebben ze gewoon gezegd, we stoppen met onze eigen ATM. We hebben gewoon een gemeenschappelijke ATM-verbinding. Ja. Gaat daar bij de operators ook zoiets gebeuren? Nou, ik vraag me af of zij dat zelf onderling gaan regelen. Ik denk dat de overheid, net zoals jaren geleden, ook zei van ja, jullie met z'n drieën of vieren gaan niet overal allemaal van die lelijke constructiemasten neerzetten. Jullie gaan maar samen af en toe in die mast. En dan zie je nu ook dat ze onder elkaar hangen. Ja, dat zal in dit geval ook zijn. Want als iedere partij een paar duizend van die sites gaat neerzetten en jij zit in een stad als Utrecht, Den Haag, Amsterdam of wat dan ook, dan wordt het natuurlijk een gekkenhuis met al die opstelpuntjes. Oké, dus het is echt ook belangrijk voor de gemeentebestuurders en überhaupt gewoon voor de wetgeving om te zeggen, joh, je moet dat gewoon goed coördineren, want met elkaar kunnen ze dat in concurrentie nauwelijks doen. Nee, klopt. Dus dat zal, ik denk dat daar regelgeving voor gaat komen. Misschien is die er ook al, dat weet ik even niet. Ja. Maar uiteindelijk zal daar wel ook consolidatie moeten plaatsvinden, dat ze gaan combineren. Want anders dan wordt het, denk ik, misschien wel fysiek gezien en esthetisch een heel lelijk aanzicht op een gegeven moment. Nou, dat is dan heel belangrijk om te doen. Wat voor nieuwe producten en diensten ga jij aanbieden eigenlijk voor die 5G, voor die duizenden nieuwe locaties? Nou, we gaan uiteraard ook weer een stukje design doen. Dus we gaan meedenken over op welke soort situaties kun je het beste welke infrastructuur met welke componenten gebruiken. En we gaan ook daadwerkelijk de componenten zelf ontwikkelen en leveren. En dat zijn dus die componenten waarin je dus met een specifieke kabel gecombineerd met stroom en aansluitpunten in weer en wind gewoon kunt plaatsen en voor misschien wel 20, 25 jaar kunt gebruiken. En daar is dus zeg maar veel belangrijker dat die slim zijn, intelligent en passen bij de situatie, dan dat ze weer een paar cent goedkoper zijn, zeg maar. Precies, precies. En het allerbelangrijkste is, zeker in die mobiele telecomomgeving, is dat je daar gewoon qua beschikbaarheid echt op kunt vertrouwen dat je dat ding en die kabel en die componenten 20 jaar of misschien wel langer daar kunt laten hangen zonder dat die uitvalt. Want je komt letterlijk als operator op de voorpagina van de krant of op nu.nl op het moment dat jouw verbinding uit is gevallen. Ja, en de kosten. Het kosten van een fixe verbinding is ook gewoon gigantisch. Sowieso. En daar mag het en daar moet het ook gewoon wat meer kosten. Daar moet je niet heel erg gaan bezuinigen op die kwaliteit. Want dan kan het in de komende jaren misschien nog prima functioneren. Maar over 20 jaar misschien niet meer. Het leuke van Mount vind ik dat je achter de schermen van zoiets als 5G kunt kijken. Dat je precies kunt zien wanneer wordt het nou belangrijk. Wanneer gaan die antennes nou vergroten? Waar wordt die capaciteit voor gebruikt? Hij kan in de keuken kijken bij al die grote leveranciers van de telecomoperators. En zien wanneer dat nou eigenlijk gewoon relevant wordt voor ons. En dat gaat echt heel belangrijk worden. Dat Internet of Things, de grote hoeveelheid bandbreedte. Met 20.000 mensen in een voetbalstadion. En wat daar nou voor infrastructuur voor nodig is. Super fascinerend. We'll be right back.